zes minuten gespeeld in deze standaard A-agent. Voorzichtig begin van beide ploegen. De Condé naar Schepens. Als die kan uithalen met zijn linker, doet dat knap. En die bal gaat net over. Eerste mogelijkheid, eerste goed schot uit deze wedstrijd. Gunter Schepens voor standaard. En op de tribune hier zit Gilbert Bodaar, de ex-doelman van standaard die de wedstrijd van vanavond volgt. Vrij trap A-agent met Mohamed Barca, kort genomen Nivaldo. En dan teruggelegd op Dragutinovic. Gent had nog in aanvallend opzicht niks heeft laten zien in het begin van de wedstrijd. Maar daar is Barry met een kans en die bal gaat naast. Zijn eerste mogelijkheid, de eerste kans voor A-agent in deze wedstrijd. Ze haalde er niet meer dan een hoekschop uit. Didier Ernst centraal in de verdediging bij standaard. Die inmiddels na een kleine 20 minuten spelen al herschikt is. Want Benny de Busser is opnieuw naar de kant gemoeten. Opnieuw geblesseerd en hij is vervangen door Dimitri Wavrij, hier in balbezit. Driemansverdediging bij standaard. Hij speelt op de linkerkant dus nu. Ramčić voor A-agent. Probeert Jbari weg te sturen. Ernst. Jbari troeft hem af. En wie komt mee? Barca komt mee. Jbari probeert het zelf voorlangs. Een uitbraak van A-agent die bijna succes kent. De man. Uit zijn strafschopgebied. Bal naar voren gestuurd. Doorgekopt. Door Jbari, richting Martes. Sandy Martes, daar is Jbari met een nieuwe kans. Overtreding of niet, niks aan de hand. Zegt scheidsrechter Pieter van de Venne. De gele kaart is voor Nordin Jbari. En dus geen overtreding van Didier Ernst. Tweede gele kaart uit de wedstrijd. Eerder kreeg ook Guy Hellers er alleen. Axel Lawaré heeft zich wat laten terugzakken. Thomas Vaasov bij hem die Mandekker speelt. Samen met Van Gronsveld, de Meijer is libero vandaag bij A-agent. Ramčić rechtsachter. Hellers, moeilijke controle. Nordin Jbari bij hem. Bal blijft binnen en goed. Bernd Thijs, beetje ruimte. En daar is Axel Lawaré met de kans en een goede redding van Patrick de Man. Met de benen duwt hij de bal in hoekschop. Dragutinovic, die kan vergooien. Nivaldo verlengt, Jbari kan er niet bij. Vanuit de tweede lijn Herman misschien met niet zo'n slecht schot. Het blijft over en weer gaan. Geen boeiende wedstrijd, dat niet. Maar de iets betere kansen zijn misschien wel voor A-agent. We zijn op 5 minuten van de rust. Gunter Schepens, goed 3 minuten gespeeld in de tweede helft. 1 wijziging bij standaard. Dimitri De Condé is aan de kant gebleven. In zijn plaats Rafael Micheli. Barca kan die bal meepikken. Spelen een uitstekende eerste helft. Dan wordt nu vastgehouden door Hellers. Die heeft al geel. En dat betekent dus de uitsluiting. Meteen rood zelfs voor Guy Hellers. En dat betekent dat standaard de laatste 42 minuten van de wedstrijd met 10 verder moet. Rood voor Hellers. Fluitconcert op de tribunes bij de Roesjes. Omdat standaard toch weer niet te veel goede combinaties op de mat kan leggen. Niet dat het zoveel beter is bij Gent. Maar ze zijn wel in de aanval. Ramčić. Krijgt de bal niet voor. Ernst krijgt hem weg. Tot bij Bernd Thijs. Bernd Thijs. Geen buitenspel van Bomberto. Axel Lawaré is meegekomen. Nu moeten ze spurten in de verdediging van Gent. Want dit wordt erg gevaarlijk. Bomberto, als hij niet te lang twijfelt, hij doet het zelf. Op de vuisten van Patrick de Man. En Axel Lawaré is daar niet gelukkig mee, want hij stond vrij. Maar het was deze man die het probeerde. Bomberto. Er volgt wel een hoekschop natuurlijk. Bernd Thijs, knap gestopt door Patrick de Man. Hij houdt zijn ploeg recht daar. Van der Donk, goede versnelling van Nico van der Donk. Tussen twee Luikse verdedigers door. En dan afgestopt door Bernd Thijs. En nu is plots de ruimte aan de overkant met Wamberto. Axel Lawaré is meegekomen. Wamberto, gaat hij het weer zelf proberen. Wamberto, neergelegd op de rand van het strafschopgebied door Van Gronsveld. En die krijgt rood. Ook rood voor Dirk van Gronsveld. En wat spelers op het veld betreft is het weer 10 tegen 10. We zijn op 17 minuten van het einde. En voor Gent is dat dan ook nog opletten voor de vrije trap met Bernd Thijs. Die is een serieuze bom in de voet en de goal. Dat is Remakle die scoort. De invaller. Gauthier Remakle. Twee serieuze meppen op een minuut tijd voor A-agent. De uitsluiting van Dirk van Gronsveld. En dan de goal van Gauthier Remakle na de vrije trap van Bernd Thijs. Die werd gesmoord in de muur. Maar de herneming van Remakle is goed. En hij scoort op 16 minuten van het einde. 1-0 voor standaard.
Nivaldo. Tot bij Sandy Martens. Gent moet alles op alles zetten in die slotfase. Er zit niks anders op. Maar zo zal het niet lukken. Ernst. Goeie bal naar Micheli. Wamberto wacht in het centrum. Micheli. Goed gestopt door Patrick de Man. Nu probeert Standaard op de counter. Axel Lawaré met Ramcic. Thijs. Kan misschien voor de derde keer uithalen. Legt nu breed voor Rafael Micheli met zijn linker. Patrick de Man. De man van de match zou ik bijna zeggen bij A-Gent. Schepens. We zijn in de toegevoegde tijd. In de slotseconde van de wedstrijd. Gunter Schepens naar Wamberto. Beslist hij de match. Wamberto rond Patrick de Man en het is 2-0. Einde van de wedstrijd. In de blessuretijd verzekert Standaard zich van de eerste overwinning in 4 competitiewedstrijden. 2-0 de stand. Hier nog eens de goal van Wamberto. En voor A-Gent. Dat volgende week RWDM ontvangt en dan op de slotdag naar Club Brugge moet, worden het nog bange weken. Ja, de enige troost voor de Gentenaars, ook alle concurrenten verloren. En dus blijven de Buffalo's voorlopig toch op een veilige plaats. Maar het blijft wel spannend onderaan natuurlijk. Jan de Wijngaard vroeg dan ook om een reactie bij de nieuwe trainer van Gent, Herman Vermeulen. Herman Vermeulen, 2-0 verlies op Standaard en jullie blijven in moeilijke papieren zitten, hè? Ja, dat is zo blijkbaar een schop ter hand staat. Dus we spelen de eerste helft een goed georganiseerde partij. En we komen in de tweede helft in het voordeel door het uitschakelen van Hellers. En daar waar we in principe met een man meer zijn, brengen we onszelf in moeilijkheden. Dus blijkbaar is dat een voetbalwet als je onderaan staat dat je, ja, dat je het moeilijk hebt. En hoe moeilijk wordt het voor jullie nog volgende week thuis tegen Molenbeek, dat ook nog moet knokken eigenlijk, en dan naar Club Brugge? Maar het is in die zin moeilijk dus dat we het veld afkomen en onmiddellijk navragen naar de resultaten van de andere ploegen. En dat zegt voldoende. Hè. Dus je bent op dat moment in een verliesbeurt telkens afhankelijk van de andere clubs. En dat is de moeilijkheid. Komt erbij dat Nordin Djipari nu zijn 30 gele kaart is. Dus dat is ook niet bij. Voor ons is Nordin een hele belangrijke speler. Dus we moeten weer herschikken. En dat is een oud zeer. Dus dat we niet zo dik aan de spelers zitten. Dus het wordt